Welkom bij Samen Sterk. Koffie. Zullen we Henk Voort ermee vragen als we gaan wandelen? Ja, vind ik een goed idee. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Kijk op 1tegeneenzaamheid.nl. Bij ons in de studio op bezoek Wim Tindemans. En Wim zit in de organisatie van de Sylvesterloop in Hezen. Hi Wim. Hi Dianne. Kun jij eens uitleggen wat de Sylvesterloop is? Ja, nou heel kort gezegd, het is een trimloop. Dat wil dus zeggen dat mensen kunnen komen hardlopen bij ons. We hebben daar een paar afstanden, we hebben daar een route voor uitgezet. Maar het blijft bij trimmen. Dus het is geen wedstrijd, het gaat niet om de tijd. Ook al registreren we dan wel de eerste twee die binnenkomt van iedere categorie en van de dames en van de heren. Zetten we later ook op de website. Maar in principe is het gewoon een trimloop. Het is een prestatieloop. Ja, precies. Het gaat erom om de prestatie te leveren. En als je 7,5 kilometer kunt lopen, is dat een hele prestatie. En als je er 15 kunt lopen, is dat ook een hele prestatie. Zeker. Ja. En het is al heel lang in Hezen, hè? Ja, ja, ja. Het is al vanaf 1984, toen is zeker Jan Adams is daarmee begonnen. En die dacht van, die heeft toen een paar andere mensen om zich heen verzameld en zei van nou, we moeten eigenlijk zo rond die tijd van de oliebol en van snoeperigheid en dat soort dingen, moeten we eigenlijk iets hebben om mensen in beweging te krijgen. Mm. En toen is dat idee ontstaan van een trimloop tussen kerst en oud en nieuw. Hè, en oud en nieuw, dat is eigenlijk het feest van Sylvester. Maar ja, gaandeweg is dat geworden ergens in de tweede helft van december altijd. Mm-hmm. Want je kunt niet altijd beschikken over locaties die je precies op dat tijdstip kunt krijgen. Dit jaar bijvoorbeeld valt de 25e december. Dus de volgende zondag, zeg maar, na de Sylvesterloop, is het de eerste kerstdag. Ja, precies. Dan kan je geen loop houden. Nee, dan precies. Moet het eerder. En dan is het een week later, is het oudjaar. Dus eigenlijk ook geen dag om dat te gaan doen. Dus hebben jullie het gewoon een weekje eerder gedaan? Zo is een beetje dat. In de buurt van. In de buurt van, tweede helft van december altijd. Ja. Ja. En het is voor de 36e keer. Ja. En jullie hebben ondertussen een gedeeltelijk nieuw bestuur gekregen. Ja. Ja, we kregen natuurlijk, zoals alle sportverenigingen die in groepsverband werken, kregen wij drie jaar geleden te maken met corona. Dus we hebben twee jaar lang hebben we het niet kunnen organiseren. En in die tijd is het, je verliest dan wat mensen. Ja, dat kan niet anders. We waren met een bestuur van ook wat oudere mensen, maar ook mensen die zeiden van nou, we hebben het al zo lang gedaan, ik weet niet of ik het nou nog oppik. Ja. Dus een stuk of vier mensen zijn afgehaakt en gelukkig zijn er ook weer jongeren bijgekomen. Ja. Ja, anders zou het een beetje een oude mannenclub worden. Nee, zo hoort het ook te gaan, hè? Ja, zo gaat het ook. Zeker. Ja, zo gaat het ook. En er zijn twee afstanden die je kan lopen met de Sylvesterloop? Ja, op het ogenblik wel. Dus dat is verschillend met andere jaren. Kijk, een heel aantal jaren hebben mensen gewoon bij kunnen houden of ze harder liepen als het jaar ervoor. Want die afstanden waren precies hetzelfde. Ja. En toen hadden we de 6 en de 9 en de 15 kilometer. Oh. En nu hebben we maar twee afstanden, want we moeten... Ja, we zijn ook een aantal vrijwilligers kwijtgeraakt in die tijd. Mm-hmm. Dus we moeten het een beetje anders organiseren. Zorgen dat we het een beetje efficiënter organiseren. Dus nu hebben we een trimloop van 7,5 kilometer. En de mensen die 15 kilometer willen lopen, die lopen dat twee keer. Ja. Dat is ook keurig uitgepeild hoor. Iedere keer komen die mensen hun routeborden tegen. En ze zien zo, als ze op 13 kilometer zitten en noem maar op. Dus daar is rekening mee gehouden. Het is dus niet zo dat ze twee keer 7,5 lopen. Hè? Dat is twee keer hetzelfde. Nee. Het is wel hetzelfde rondje, maar het is toch 15 kilometer op zich. Zeker. En het is allemaal uitgepeild? Ja, het is uitgepeild. En ieder kilometerpunt is ook aangegeven. Fijn. De mensen die lopen, die hebben over het algemeen een sportwatch om. Hè, en die toch elke een beetje kilometer willen ze kijken of ze een paar seconden sneller of minder snel lopen. En meestal hebben ze al een schema in hun hoofd voordat ze beginnen te lopen. En die proberen dat aan te houden. En dat kunnen ze dan controleren per kilometer. Fijn. En het is altijd over verharde fietspaden, hè? Het is over verharde fietspaden, ja. Ja, altijd. Ja, ja altijd. Ja. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat de 7,5 kilometer... voor heel veel mensen te doen is, maar voor 15 moet je wel echt getraind zijn, hè? Ja, 15 kilometer, dan moet je dat wel vaker gedaan hebben. Ja, dat klopt. Ja. En jullie hebben een nieuwe start- en stopplaats deze keer? Ja, dat is eigenlijk ook een beetje door corona gekomen, want de plaats waar we altijd zaten, daar waar we altijd starten, zeg maar, dat was in de kantine van camping Heeserenbos. Mm-hmm.
Niet te verwarren met restaurant Heesgenbosch, dat zit daar ook. Maar we maken geen gebruik van het restaurant, maar van de kantine, van de camping. En dat is een aardige ruimte. Maar als het dan Silvesterloop is en er doen 200 of 300 mensen mee, dan is het daar wel echt vol. De mensen die blijven er ook een beetje hangen. Ja. Die leggen daar hun kleren neer, trekken daar hun trainingspak uit. Dus als je terugkomt, ja, dan hebben ze daar dan drinken ze daar wat. Ze kunnen daar een soepje kopen. En ze kletsen nog eens na en zo. Maar ja, het is dan wel heel erg vol. Daar is ook de inschrijving. Dus er zitten sowieso 4 of 5 dames die zorgen voor het uitreiken van de startnummers en voor het inschrijven van de mensen. Ja, en dat kon tijdens corona eigenlijk echt niet. En toen wij dit jaar het idee opvatten van misschien kunnen we een doorstart maken, toen moesten we er rekening mee houden dat er mogelijk een golf van corona aan zat te komen. En dat die afstand gewoon moest kunnen. Ja, en dan moet je afstand kunnen nemen en dan moet je een buitenlocatie hebben eigenlijk. En nou is het Huisven waar we terechtkomen, dat is een zorglandschap. Daar kunnen mensen door de week terecht voor hun dagbesteding. Mm-hmm. Hè? Mensen die met afstand tot de arbeidsmarkt, die maken daar wat mooie dingen. Die maken ook echt hele mooie dingen. Ja, zeker. Ja. En die zijn er in het weekend dan verder niet. En er zijn natuurlijk een paar beestjes die gevoerd moeten worden en een pony waarmee gelopen moet worden en noem maar op. Dus het is niet echt een boerderij, maar het is een zorglandschap. En die hebben dus een binnenruimte die vrij groot is, waar wij de inschrijvingen kunnen doen. En later ook de prijsuitreiking is het niet, maar als de mensen hun startnummer inleveren, dan krijgen ze ook een herinnering en dan krijgen ze een appel van ons. En dat kan er ook binnen, maar er is ook een hele grote buitenruimte. Kijk. Zoals je dat vroeger bij boerderijen een schop noemde. Ja, ja. He, dus toch gewoon onder een afdak en een zijkant open. Precies. Ja. Ja. En bovendien is het helemaal op het einde van de Huisvensterweg. Ja. En dat wil zeggen dat daar dus helemaal geen doorgaand verkeer is. Precies, dat lijkt wel iets, zo veilig. Iets verderop staat ook een slagboom die wel eens ooit dicht is of die in ieder geval ook dicht kan. Dus het is ook echt niet de bedoeling dat mensen zo ver komen. Nee. Daar zit ook Brabant Water en daar zit de Bosgroep. En dus we kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen van die mensen en van de zorgboerderij zelf. Dus we hebben voldoende ruimte voor al die mensen die op de fiets komen, want dat raden we de mensen aan als ze van dichtbij komen. Ja, dat snap ik. En er is ook ruimte zat eigenlijk voor auto's. Ja. We zorgen wel dat er aan één kant van de weg geparkeerd kan worden, want anders kunnen hulpdiensten er niet door. Dat is wel belangrijk. Ja. En nou is de voorinschrijving begonnen. Ja. Ja. Dan kunnen mensen op jullie website zich inschrijven. Ja. Ja, dat klopt. Dat is voor het eerst, hè? Maar dat is ook de jongere generatie die zich aanschrijven. Die zijn daar gewend, hè, zo te doen. Ja, die zeggen van, kunnen we dat niet regelen? Nou nee, mensen hebben gewoon contant geld en die betalen €5 en daar is het. Dan krijgen ze een startnummer. Nee, maar die wilden ook voorinschrijving. Ja. Dus ze wilden beslist op het logo en op de website wilden ze een button hebben. Ja. Zodat mensen van tevoren kunnen inloggen. Mm-hmm. En die betalen dan ook van tevoren. En op die manier is deze keer die inschrijving geregeld. Daar betalen we een paar centen voor. Maar ja, goed. Je moet ook een beetje met de tijd mee. Voordelen, ja zeker. Ja. Maar het is nooit vol. Iedereen kan meedoen. Iedereen kan meedoen. Ja, dus ook op de dag zelf is altijd nog ruimte om mee te doen. Ja, kunnen op de dag zelf nog gewoon inschrijven. Dan moet het wel met contant geld, want er is geen wifi op die plek. Nee. En we zijn geen rechtspersoon, zoals dat heet. Hè? Dus we zijn geen echte vereniging. We hebben geen statuten en dergelijke. En dan kun je ook niet beschikken over een sum-up apparaat. Waarmee contactloos betaald kan worden. Ja. Dus het is wel mogelijk om dan te betalen met de QR-code van onze penningmeester. Maar dat neemt iets meer tijd als wanneer je gewoon €5 op de balie legt. Ja, precies. En dan is het de start en de stop bij het Huisven. Ja. En dan loop je of 7,5 kilometer of 15. Ja. En de voorinschrijving is begonnen. Je kunt alles terugvinden op jullie website. Ja, dat klopt. En de website is heel simpel. Dat is gewoon silvesterloophezen.nl. Ja. En ik heb zelf even op de website zitten kijken. Er staan heel veel foto's en verhalen op uit de afgelopen jaren. Ja, ja, ja. Ja, er is goed aan gewerkt aan die website. Ja. Die wordt gesponsord door een internetbedrijf. En dat doen ze gewoon door daar een stageopdracht van te maken. Ja, hij ziet er mooi uit. Ja. Veel informatie, van alles te zien. Stagiair heeft zijn best gedaan. Ja, hartstikke leuk. Ja. Jullie hebben inderdaad gezegd, kom op de fiets. Want het parkeren is natuurlijk al snel
Nou, we kunnen nogal wat auto's kwijt, maar het is gewoon voor het klimaat is het beter als je komt fietsen. Ja. Het is bovendien mooi, want vanaf de Nieuwe Hoeve, de laatste woonwijk van Hezen, zeg maar, naar het huis van, is gewoon een hele mooie route over een verharde weg, ja, totdat je op de plaats van bestemming bent. Goed dus waarom niet mooi door de bossen? Goed, hè, te doen, ja, zeker. Zeker. Hebben we alles verteld of is er nog iets heel belangrijks wat we... Ik heb nog even, de kosten zijn €5, maar ja, tot 12 jaar is gratis, hè? Ja. Ja, tot en met 12 jaar is gratis, ja. Dus de jeugd kan gewoon meelopen? Ja, die kan gewoon meelopen. Dus van vroeger uit is het wel eens ooit zo geweest. Vroeger was het zo dat er meer afstanden waren. Dan was de kortste afstand was zelfs maar 2,5 kilometer. Echt voor de jongere jeugd. Ja, ja. En die liepen dan, start was bij de camping. Dus die liepen eigenlijk gewoon een rondje om de camping. Ja. Dat was 2,5 kilometer. Ja. Vaak wandelden de ouders dan mee. Dus soms is er ook verwarring van, kun je er ook wandelen? Nee, we zijn geen wandelclub. Nee. Maar toen het mag ging op dat je eigen natuurlijk tempo, ja, maar ja, het is wel de bedoeling dat je gewoon trimt. Precies. Ja. Ja. En ja, hoe zit het met honden? Die mogen mee? Daar hebben we eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Nee. Oké, okay, dus dat gebeurt ook eigenlijk niet. Weet je, die paden, het zijn fietspaden door de bossen. En die zijn toch weer niet zo geweldig breed dat je dan met een hond kunt lopen. Want een hond moet op zijn tijd ook snuffelen en stilstaan en noem maar op. Ja. Terwijl de mensen gewoon, ja, die willen door. Het is gewoon niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Nee, ik kan me voorstellen. Nee. Nou, leuk. De 36e Silvesterloop. Vertrek vanaf de Huisvendeweg. Oh, de tijd, hè? De 11 tijd? Uur. 11 uur 's ochtends. Ja, 11 uur 's ochtends. En vanaf een uur of 10 kunnen mensen inschrijven als ze dat al niet van tevoren gedaan hebben bij voorinschrijving. En dan kunnen ze wat warm lopen daar, want er is ruimte zat om overal te warm lopen. Het is een mooi gebied. En je mag er zo lang over doen als je wil? Ja. Ja. Ja, ja. Er is geen sluitingstijd. Het is gewoon eigen tempo. Ja, ja, zeker. Ja, dat klopt. En je vertelde net, er waren nog verschillende categorieën, dus dan gaan mannen en vrouwen apart. Nee, alles start tegelijkertijd. Dus de 7,5 en de 15. En de heren en de dames die starten allemaal tegelijkertijd. Maar bij het finishen, bij het terugkomen, houden wij wel in de gaten, als dat kan, wie op de 15 kilometer als eerste man of als tweede man of eerste vrouw of tweede vrouw binnenkomt. Ja. En dat zetten we ook op de website. Er is ook een gedeelte voor gereserveerd op de website. Mm-hmm. En hetzelfde natuurlijk bij de 7,5 kilometer. Ja. Ook de snelste twee van de heren en van de dames. Daar houden we in de gaten. Ja, leuk. Is ook leuk voor achteraf. Ja. En ik las dat er nog flyers te winnen zijn. Ja, ja. We hebben wat sponsors. Maar sponsors van de Silvesterloop, ja, dat gaat altijd in natura. En de bakker heeft eigenlijk ieder jaar vlaaien gedoneerd aan ons. Hè. Om te beginnen 2 vlaaien. En als er dan op het einde van de dag in de bakkerij nog wat over is, dan krijgen we er nog 2 bij. Dus ja, dan hebben we 4 vlaaien. Leuk. En die worden op startnummer worden die verloot. Dus de dames van de inschrijving die houden die startnummers bij in het begin. Terwijl die mensen aan het lopen zijn, worden daar de prijswinnaars uitgetrokken. En vaak zijn dat mensen die met een groepje komen of met een loopgroep komen of zoiets dergelijks. En die eten die vlaaien dan ter plaatse meteen op. Gezelligheid. Ja. Ja, zeker. We hebben koffie en we hebben thee en we hebben soep. Daar moet uiteraard een klein beetje voor betaald worden, maar er zijn heel schappelijke prijsjes. En dan eten ze dus met een kopje koffie of zo, eten ze dat dan op. Ja, en het is zo, hè, dat eigenlijk iedereen kan meedoen. Je hoeft niet lid te zijn van jullie club of van een club. Nee, iedereen kan niet. Gewoon zelf meedoen. Iedereen kan meedoen. Want jullie zijn op zich ook geen vereniging. Nee. Jullie nee. zijn gewoon een clubje wat 1 keer per jaar de Silvesterloop organiseert, toch? Ja, oorspronkelijk heet het ook Recreatiesport LOC. LOC. Lokaal organisatie comité. Kijk. Daar is het. Precies. Je organiseert gewoon de Silvesterloop. Ja, daar is het. Ja. Dat is het enige wat we doen. Nou, leuk. En al 36 keer, dus het gaat goed. Ja, prima. Ja, zeker. Ja. Alle informatie op jullie website www.silvesterloophezen.nl. Dat klopt. En er staat ook een telefoonnummer bij. Dat zullen we vermelden onder in het beeld. Dat is goed. En dan wens ik jullie veel plezier. Ja, dank je. Succes met alles. Dank je wel. Dank je wel. Ja, ik ben Bas Beerte. Hey Bas, hi. En ik kom uit Budel. Ja. En ik ben 24 jaar oud. Ja. 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 Je hoort dat goddelijke lichaam gewoon door de radio komen, hè? En wie zit er naast je, Bas? Ik ben Teun Gerlings, ik ben 28 jaar en ik kom ook uit Budel. Teun uit Budel in de uitzending, oké. Okay. En even kijken, de dames, kunnen jullie je even voorstellen, alsjeblieft? Ja, ik ben Steffi, ik ben 26 jaar en ik kom ook uit Budel. Kom ook uit Budel? Ach, toevallig zeg. Wat leuk. En ik ben Esther, 26 jaar, tweelingzus van Steffi en ik kom ook uit Budel. Oké, en wie van jullie gaat nou met Teun in de onecht verbonden worden volgende week? Dat ben ik. Dat ben jij. daar heb je goed gekozen. Ja. We kunnen nog wisselen natuurlijk.
kunnen. Maar dan gaan we nu. Pak de microfoon even dichtbij, want luisteraars krijgen dadelijk Martin Horst aan de lijn. Die zegt, hey, hallo, we horen ze niet. Je weet hoe dat gaat, hè. Ze zijn alles zo streng bij de Bilderbeck. Nou, dames, ja, even bij jou beginnen even. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk in de zorg, in het ziekenhuis, in het Catharine ziekenhuis. Oké, in het Catharine ziekenhuis. Ja. Oké, Eindhoven. In Eindhoven, ja. Eindhoven, de Griekse. Ja. En is het leuk? Ja, is leuk. Ik ben net op de eerste hulp begonnen en ik ga een opleiding volgen tot eerste hulpverpleegkundige. Oh, wat spannend. Maak je wel van alles mee natuurlijk, hè? Dat wel, ja. Oeh, heftig. Van alles. Ja, heftig. Heftige dingen inderdaad, dat ook. Maar dat maakt het, de afwisseling maakt het hartstikke leuk. Ja, het is een beetje een soort stage om vast te leren kennismaken met heftige dingen. Nou, je in het onrecht verbonden gaat worden. Maar in ieder geval, hartstikke leuk. Volgende week zaterdag gaat het gebeuren, of niet? Volgende week zaterdag is het feest, ja. Ja, waar gaat het gebeuren? Om 7:00 begint de receptie bij Proost in Budel. Kijk. Ja. En jij ging met Teun, hè? Nee? Ik ging met Bas. Jij ging met Bas, dat was het dan. Ja. Dat was de planning. Dat was de planning, Bas. Bas, wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven, Bas? Doe je wel iets? Ja, ik doe wel iets. Ik ben installatiemonteur bij CSB in Budel. Oh, kijk. Oh, dat is wel leuk. Dus, zo komt mijn tijd wel voorbij. Ja, ik maak mijn tijd wel vol. Dat zeg ik nu even. Bas, oké. Okay. Teun, jij even natuurlijk, wat is jouw dagelijks bezigheid? Ik ben timmerman bij Verlasthak in Budel. Oh, dat doe je goed. Meteen een timmerman in de huis. Oh, dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Ja. En jij gaat met Steffi. Met Steffi. Oh, je bent zo'n slechte naam. Ja, daar zeggen ze wel. Heb je daar enig inspraak in gehad trouwens? Zei je meteen, ik wil Steffi? Of hoe ging dat? Nee, daar heb ik geen inspraak in. Wel waar. Je hebt lopen zeuren, je hebt lopen mailen. Wekenlang lopen bellen. Mag ik alsjeblieft met Steffi? Zeg het maar gewoon. Dan zit je dan op de radio, hè? Ja, daar zit je dan weer. Ja, dan zit je wel een goed gedrag. Ja. Ja. Daar ben je mooi klaar mee. Ja. Ja. Maar goed, kijk je er naar uit? Ja, zeker. Niet enthousiast, hè? Nee, maar dat is toch leuk, toch? Ja. Hé, maar dat is wel... zit je lang bij de Bilderbeck, trouwens? Ik? Nee. Ja. Je hoeft niet bij de Bilderbeck te zetten, van net. Oh, toch niet? Nee. Oh, dat dacht ik eigenlijk. Ja, dan heb je dat verkeerd gedacht. Oké. Goh, kun je vertellen, hoe gaat het nou volgende week dan eruit zien dan? Want we zitten met z'n allen in de zaal. Proost, en dan? We zullen beginnen bij het begin, of niet? Ja, doe maar even. We beginnen bij mijn ouders thuis. Oh. Fabriekstraat 32 in Budel. Waar iedereen uitgenodigd is. Ja, en dan kan je op schemakske door, door naar Bas. Ja. En vanuit Bas kan je weer door naar de dames. En Bas woont gelukkig niet het dorpplein, dus we hoeven niet ver te wandelen. Hè? Nee. Van de Fabriekstraat 2, waar gaan we dan naartoe lopen, Bas? Fabriekstraat 32. 32, oh, waar gaan we naartoe lopen dan? Naar het Taxandrialaan 55. Oh, dat is te doen. Ja, en dan door naar de Kranonklaan om de boerinnen op te halen. Even de boerinnen op te halen. Dat klinkt ook weer zo raar eigenlijk. Ja. Pikken jullie dit nou gewoon? Pikken het nou gewoon? Dat ja, dat is toch ook een beetje. Zo is het ook wel zo'n beetje. En wat draag je? Hebben jullie een speciale klederdracht aan? Ja, we gaan allemaal in klederdracht. Ze zitten heel enthousiast te knikken. Het is radio, hè? Maar nu ook televisie, ja. In tweede, ga je hem klompen? Nee, die niet. Die niet? Nee. Oh. Die hebben we thuis wel, maar daar zou ik niet heel de avond volhouden, denk ik. Vind je het leuk als ze in twee op klompen komen? Ja, dat wel. Kunnen we regelen. Heren, het wordt verwacht dat jullie op klompen komen. Kan dat? Ja, dat lukt wel. Dat lukt wel. Nou goed, volgende week dus. Maar dan? Dan hebben we de dames opgehaald. En dan? Dan gaan we naar de Proost toe lopen dan met z'n allen. Dan is het daar om 7:00 receptie. Ja. En na de receptie, ja, die mag niet zo lang duren. Dan gewoon één groot feest. Niet lang duren. Nee, de receptie moet niet te lang duren, dus dat we snel door kunnen met het feest. We even een pilsje kunnen gaan drinken, dat is, ja, een beetje, daarom. Dat is een beetje het grote doel eigenlijk. Ja. Goh, ja. Had je ooit gedacht dat je dit zou gaan doen? Nee. Terwijl de afspraak nog nooit meer stilgestaan dat ik dit zou gaan doen. Doe je dit onder zachte dwang? Nee, daar valt wel mee. Toch ook over mee. Valt wel mee. Teun, en jij? Had jij ooit gedacht dat je in boerenbruidspaar... Nee, ook niet. Laat mij dan maar gewoon timmeren, mijn vlaszak. Dat is het beste. Ja, dat was een koopkracht geweest. Mooi. Dames, ik denk dat volgende week een groot feest wordt. En Marina Buggums in de studio, die zit gezellig naast Dianne. En Marina die is als social makelaar in Maarrezen altijd druk met bijzondere acties. Marina, leuk als je er even over wil vertellen, want je gaat iets doen met verrassingsdozen, hè?
Ja, we gaan dit jaar voor het vierde jaar gaan we verrassingspakketten maken. Mm-hmm. Verkappen vorm van kerstpakketten. Ja. En die gaan we dan uitdelen bij de inwoners die het om wat voor reden dan ook financieel of ja, door een stukje pech in hun leven gewoon ja, niet makkelijk hebben op dit moment. Juist. Dus de mensen die het wat minder hebben, die ja, moeite hebben om ja, de eindjes om elkaar te knopen. Gewoon die wel een stukje steun kunnen gebruiken. Laten we het zomaar omschrijven. Ja, gewoon een steuntje in de rug. Gewoon... steuntje in de rug, dat is het een beetje. Ja, hè? Wetende ja, dat wij gewoon aan ze denken. Ja. Maar dat doe je niet alleen. Dat doe ik zeker niet alleen. Dat kan ik ook niet alleen. Hoe doe je dat dan? Nou, weet je, het is een viertal jaar geleden begonnen met een inwoner die zei van... hé, wij waren boodschappen doen. Zei van, nou, het gemak waar ik boodschappen in la. Ik denk, als ik nou eens een pakket maak voor iemand... dan weet jij vast wel iemand waar die goed terecht kan komen. Ja. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb dat ene pakket naar iemand toegebracht. Ja. En dat was zo'n groot succes. Ja. Waarop ik het jaar erop dacht van... hé, daar kan ik niet langs me neerleggen. Hier moet ik iets mee. Dus toen heb ik een oproepje gedaan hier in het dorp... om te vragen of mensen gewoon dit project willen steunen... en wat houdbare producten, leuke hebben dingetjes... maar lekker nijen die je zelf niet koopt... omdat je het gewoon financieel eventjes niet makkelijk hebt. Juist. Nou, het jaar erop had ik dus iets van 10 pakketten. Het jaar erop had ik er 25, geloof ik. Ja. Ja, en dit jaar is het gewoon weer afwachten. Dus ieder jaar afwachten dat wat ik binnenkrijg... hoeveel pakketten ik kan maken. Dus eigenlijk is het het vierde jaar dat je dit nou doet, op ja, begrijp. Ja, dus voor het vierde jaar, ja. Heb je nou jouw collega's, sociaal makelaars en de andere kernen nou niet zoiets van... goh Marina, dat is leuk, dat gaan we ook doen. Of hebben die het gewoon... ja, die hebben het hartstikke druk, hè? Ja, wij hebben het eigenlijk allemaal hartstikke druk. A, ook met de individuele hulpvragen, die blijven nog steeds van kracht. Maar ja, daarnaast doen wij dus bepaalde projecten. En mijn mede-sociaal makelaars, die hebben weer andere projecten... waar hun zich weer voor inzetten. Ja. Ja. En sommige zijn kranendonkbreed en sommige zijn gewoon individueel per dorpskern. Ja. Ja, iedereen doet op zijn manier wat hij kan natuurlijk. Iedereen maar om een ander te helpen. En vaak om niet, gewoon gratis. Gewoon omdat je elkaar geeft. Gewoon omdat je elkaar wil helpen. Die samenleving een stukje leuker wil maken. Want dat is het eigenlijk, hè? Dat is het gewoon, ja. Kijk, en ik denk hier... En dan spreek ik dan van Marezen. Hier is echt wel heel veel draagvlak om de medemens te helpen. En dat kan op het gebied van die verrassingspakketten zijn. Ja. Maar ook op het gebied van ooit kleren, babyspulletjes overgeven van over en weer. Dat is heel bijzonder om te kunnen doen. Ja. Noem maar op, wensbomen, we hebben van alles. Als mensen nou zitten te luisteren en ze willen je helpen, wat kunnen ze dan doen? Hoe kunnen ze dan met jou contact krijgen? Nou, mijn telefoonnummer staat eigenlijk overal wel genoemd. Mijn visitekaart liggen overal. Maar ze kunnen me ook via Facebook, via WhatsApp, ze kunnen op allerlei manieren kunnen ze mij bereiken. Ja. Eén keer in de week zit ik op donderdagochtend van 10 tot 11 zit ik in onze school, in de huiskamer. Ja, dus dan kunnen ze mij bereiken. Ja. En mensen die dit project van die verrassingspakketten ondersteunen, die kunnen bijvoorbeeld aankomende week allerlei spulletjes inleveren in onze school. Dat wordt daar verzameld. En dan gaan we dan vanaf volgende week ga ik daar samen met een werkgroepje, want dat kan ik natuurlijk ook niet alleen, ga ik daar mooie pakketten van maken. Hey mijn vriend, kan ik even met je lachen? Ergens gaan hangen. Het is zo saai de laatste tijd. Heb jij dat ook? Gevoel van twijfel en verveling als je alleen bent. Want als ik terugdenk aan die tijd, dat de zon voor iedereen op stond te stralen. Je dronk een biertje aan de bar, je gaf een knuffel of gewoon een compliment. Maar door de afstand is de eenzaamheid de trend. Samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Samen sterk, een lieve groet, een telefoontje. We zitten samen in dezelfde schuit. Ja, samen sterk voor iedereen. En dan komen wij eruit. Hey mijn vriend, mag ik nog even met je lachen? Het is lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. Heb jij dat ook in al die stilte? Dat je denkt dat jij dit niet alleen denkt. Want het is alsof die straten zonder ons gezellig en gewoon een tijdje leeg zijn. Heb jij dat ook? Dat
dat het weer tijd wordt om weer vrolijk door het leven heen te gaan. Die gedachte moet bij ons blijven bestaan. Samen sterven, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Samen sterven, een lieve groet, een telefoontje. We zitten samen in dezelfde schuit. Ja, samen sterven voor iedereen. En dan komen gewoon even wat aandacht voor elkaar. Ja, samen sterven, een lieve groet, een telefoontje. We doen gezellig allemaal weer mee.